Ja, dat, nee, ja, dat kan ook niet. Dat kan niet, ik ben geblesseerd. Ja, ja, door corona. Icons voetbal. Ja. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering. We zijn vandaag in het oosten van het land. Bij HHC Hardenberg met Geersjon Klok en Glenn Kobussen. De 5 second rule. Zijn jullie klaar voor, mannen? Zeker. Ja. Is dat een beetje het accent? Ja, ja, jij denkt dat dat het accent is, maar wij komen hier helemaal niet vandaan. Oh, nee, ja. Daar staan helemaal niks van. Nee, ja. Ja. Beter begin je overnieuw. Ben je er klaar voor? Ja, laat maar doen. Even kijken of je een beetje snel kan reageren. Ja, laat maar kijken. Eerste vraag. Noem 3 clubs die in het huidige seizoen in de tweede divisie 2 keer scoorden tegen HC Hardenberg. Zo, ja, ja, nee. Noordwijk. Helemaal gewoon blackout. Gewoon blackout? Ja. Welke wat gebeurt er? Ja, dat wou ik eerst zeggen. Moet ik zeggen? Dat kan ik niet zeggen, man. IJsselmeervogels? Maar goed, toch? AFC en Noordwijk. Tuurlijk, AFC. Glenn, komt-ie. Noem 3 spelers van Feyenoord die in het veld stonden toen jij je debuut maakte bij de Rotterdammers in de Eredivisie. Makai, Bahia en Timmer. Ja, maar dat kan niemand ook meer controleren. Nee, nee, is niet goed. Nee. Is niet goed. Zonde. Je had er 2 goed, maar ja, de laatste niet. Maar dat is ook gewoon fout, toch dan? Dat is fout antwoord. Ja, 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 ja. Zal ik even een tussenstand opnoemen dan? 0-0. Ja, maar daar gaan we wel, toch? Oké, Gerson, komt ie. Volgende. Noem 3 doelpuntenmakers van FC Emmen in de finale van de play-offs tegen Sparta, waarna Emmen promoveerde naar de Eredivisie. Michael Chacon, Anko Jansen en Alexander Banning. Kijk eens! Kijk maar, eens! Wat had je ook verwacht? Heb je hem zien juichen? Jezus! Ik had niet eens gescoord! Kun je nagaan? Ik zat heel toevallig te kijken. Normaal kijk ik nooit Emmen. Ja, ah, nou, niet normaal, man. Doen. Had helemaal geen bijdrage en was aan het juichen. Hij was weer aan het springen. Ja, dat is bizar. Ja, ook van de beste geleerd. Ja, dat en ook nu weer was hij ook weer zo aan het juichen. Ja, 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 maar hij is niet emotioneel en enthousiast, hoor. Nee, 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 nee. 1-0! Je moet nu aanzetten, Glenn. Komt-ie. Noem 3 teams uit de tweede divisie die momenteel evenveel punten hebben als HC Hardenberg. Rijnsburg. Zo, hij stopt al bij 1. Hij was 4 seconden. Maar, ja, 5 seconden, jongen. Ja, maar jij denkt echt dat als ik 's ochtends wakker word dat ik de stand ga kijken. Nee, maar de stand is nu al 6 weken hetzelfde, hè? Ja. Of 2-3 maanden zelfs. Dus ja, het hoeft er niet vanochtend, maar nee, het kon ook even 3 maanden eerder. Nee, ik heb vanochtend wel geprobeerd te kijken, maar teletext kon niet weggegeven worden. Daar let ik niet op. Zal ik ze even oplezen, mannen? Zo makkelijk met Katwijk, Rijnsburgse Boys en Kozakken Boys. Oké, volgende vraag. Noem 3 dingen die je meeneemt als je naar het zwembad gaat. Zwembroek. Slippers, handdoek. Ja, ja, ja. Ja. Wat is dat voor vraag dan? 2-0. Is klaar. 2-0. Ja, ja. Maar Jantje is het al gewoon stop, hè? Inpakken wegwezen. Nee, nee, nee. Ja, maar even serieus. Komt die volgende vraag. Je hebt kans om te scoren. Jij komt op jouw naar het zwembad. Nee. Dus. Noem 3 dingen die je kan doen met je pink. yoghurt eten. Klaar? Ja. Ja. 5 seconden zijn alweer voorbij. Wat een belachelijke vragen zijn dit, joh. Ja? Erik, heb jij dit geregeld? Ja. Helemaal geen. Ja. Oké, komt-ie. Volgende. Noem 3 dingen die helpen om te herstellen bij een knieblessure. Masseren, krachttraining, cardio. Oeh, was die in de tijd? Jury, vertel het me. Net? Net aan, safe by the bell. 3-0, Jantje. Eigenlijk inpakken, wegwezen. Eigenlijk wel. Maar er komt nog een verrassing. Je kan nog winnen. Je kan nog winnen. Lekker, man. Komt-ie, bij jou de volgende vraag. Noem 3 mediabedrijven die aandacht besteden aan HC Hardenberg. Icons. Hoe heet jullie? Fox Sports en HHC TV. Ja, als we 30 seconden hadden, was het tijd geweest. Maar de 5 seconden waren al eerlijk. Hey, wat voor vragen zijn dat? Ja, maar je moet toch weten? Ja, oké, okay, dat is jouw vraag. Dat is een beetje het brein, hè? Kijk, je kan wel lekker met je ballen, maar hier zo gaat het ook, hè? Nee. Oké, komt-ie. Laatste vraag.
En de laatste vraag, mannen, is 4 punten waard. 4 punten. En om het een beetje spannend te houden, gaan we beginnen bij jou. Dus deze moet je hebben, want dan kan je nog winnen. Ja, dan kan je ik ga er even voor zitten. Noem 3 dingen die je leuk vindt om te doen, maar niet kan tijdens corona. Hardlopen, zwemmen en fietsen. Ja, die 5 seconden waren wel weer al lang voorbij, man. Maar je vraagt helemaal niks aan je panel. Je kan toch fietsen? Ja, dat zeg ik toch? Maar die je niet kan doen. Die je niet kan doen. Je kan toch gewoon fietsen? Ja, dat is waar. Hardlopen ook? Ja, dat nee, ja, ik kan ook niet. Dat kan ik, ben geblesseerd. Ja. Ja, door corona. Ja. Wil jij hem nog doen voor de eer? Moet je hem nog doen of niet? Wil je hem nog doen voor de eer? Tuurlijk, gewoon. Dat is gewoon 7-0 dadelijk. Ja, tuurlijk, daarom. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Iemand die gewoon 0 vragen heeft beantwoord. Gewoon, ja, en, dan ook gewoon zo erbij zitten. Ja, en gewoon, ja. En het ligt allemaal aan de vragen. Ja. Oké, komt-ie. Noem 3 namen van spellen die je kan spelen op de PlayStation. FIFA. Fortnite. Ja. Geen tijd voor een FIFA, spelen. FIFA, PES, Call of Duty. Ja, nee, maar die tijd heb ik gehad. Ja, wij dat werken hard, hè. Wij werken gewoon hard. Wij werken echt hard. Ja, dit is voor mij een beetje lekker chillen, hè. Dus, ja. Nou, een dikke uitslag. Gewoon 3-0 Jantje heb je gekregen. Dat betekent ook dat jij een challenge mag bedenken voor hem. Nou ja, een straf moet ik het noemen. Wat moet hij gaan doen? We hebben hondjes voorbij zien komen, schaapjes. Ik heb mensen een handstand tegen de paal zien doen. Ik heb ze aan zien slingeren als een aap aan de paal. Wat moet... Kijk, wil je dit jaar nog spelen of niet? Zeg het maar. Ja, nee, ja, dat wordt lastig. Ja. Wow, wat moet hij gaan doen? Nee, we doen gewoon... Met de schoenen van Erik trainen. Nee, want jij traint niet. Oh ja, dat is waar. Je bent alleen maar aan het lopen. Voor de eerste keer. Hey, teamkoprolletjes. Vond je dit nou een leuke aflevering? Zorg dat je die duim omhoog doet. Like deze video, dus like. Ontvolg op Insta en op YouTube. Even doorgaan nog. En wanneer alle wedstrijden weer gespeeld worden, kan je alles terugvinden op icons.com. Hartstikke bedankt en tot de volgende keer.